wij daarvoor betaald? Gekomen? Ja, eigenlijk gewoon een advertentie van Ham destijds. Van Ham Warma een advertentie. Ja, hier in Wageningen, okay. In het Suffertje. Dit is de kleinste ruimte van de steenfabriek. Die ze verhuren eigenlijk aan kunstenaars. En ja, als goudsmid heb je nou eenmaal niet heel veel ruimte nodig. Okay. Dit is mijn werkbank die ik gebruik als goudsmid. En daarna zijn er natuurlijk nog wat andere machines en objecten die ik daarvoor nodig heb. Okay. En waar ik veel mee heb gedaan is met knoopjes. Knopen van een herenblouse. De man die hem, of de vrouw die hem had gedoneerd, had haar man verloren. En die heeft op die manier een sieraad gekregen. Ja, een soort herinnering aan. Maar het ziet er niet uit als ik loop met iets van. Terwijl, het heeft een andere lading, zeg maar. Mensen geven je dus ook, of vragen je dus ook om iets speciaals voor ze te maken. Ja, dat is wel mijn, dat vind ik zelf het mooiste om te doen. Dus, en dan komen mensen echt binnen van, nou, ik wil een sieraad of ik wil een traditioneel ketting of iets. Maar uiteindelijk gaandeweg wordt het meestal iets anders. En dat vind ik zelf eigenlijk het leukste proces. Die bollen die hier nu liggen, die komen eigenlijk bij mijn schoonmoeder uit de tuin. Die had altijd papa voor staan in de voortuin. Ja, ze is nu heel erg dement, dus we moeten ook binnenkort afscheid van haar nemen. Maar ik vind het mooi dat zij heeft dat altijd bewaard. Ze had ook een atelier. En dacht ik, daar moet ik iets mee gaan maken. Dus dan moet ik alle laadjes optrekken. Als je echt als goudsmid ergens, hoe zeg je dat, te boek staat, dus qua adres, dan komen er altijd vreemde types langs. Ik krijg wel eens telefoontjes van mensen die dan dingen aanbieden, of ze dat als goudsmid wil opkopen. Oh ja. Nee, dat doe ik eigenlijk niet aan. Een partijtje van iets wil. Ja, dat is een beetje een schunnige business van ik heb nog wat, dat je echt denkt van nou, ik wil helemaal niet weten waar jij ingebroken hebt. Even kijken, hier, dit is misschien wel leuk. Kijk, ik vind het ook leuk om, dit zijn bijvoorbeeld verzilverde of stalen lepeltjes. En die verbouw ik dan tot andere dingen. Het zijn gebaksvorkjes. Ja, dat is eigenlijk ook een herinnering, hè? Ja, nou ja, dat zijn dus niet de alledaagse dingen. Dus niet de gouden ringen van oma of zo, waar ik iets mee doe, maar juist... Ja, precies op zo'n manier. Ja. Wat gaan deze mensen nu doen? Deze mensen gaan een trainingsrondje maken eigenlijk, om gewoon de spieren bij te houden. En dan varen ze dus een uur stroom op, drink een kopje koffie uit de thermosfles en dan varen ze weer terug. En meestal zijn we op de woensdagmiddag met een stuk of 5, 6, 10 maximaal. En op de woensdagavond varen ze met iets meer mensen. Maar dit zijn dus allemaal mensen die de gelegenheid hebben om op de vrije middag te varen. Daarom zitten er ouderen bij. De kanovereniging De Bovenste Polder. De naam is natuurlijk vanzelf. 35 jaar jong. Ik ben Yvonne Verwochelen, de eerste lichting van hier. Wat ik doe, voornamelijk schilderen. Sinds een paar jaar grafiek, etsen. Dat is houtskolen. Ja. Nee, dit is houtskool. Okay. Eigenlijk alles wat zwart, bijna zwart is. Ik ben begonnen in het atelier helemaal achterin, eind 97. Ik was net afgestudeerd. Ik zocht een atelierruimte, omdat ik boven een café zat eerder, waar de schimmel op de muren echt stond. En ik kwam hier eigenlijk via binnen. En die zocht er iemand bij, omdat het toch wat duur was alleen. En het was ook heel groot, dus dat kon prima. Alleen zij stopte voordat wij begonnen. Dus ik had een heel groot atelier voor mezelf. En dat kwam prima uit met die grote werken. Met die grote werken die je maakte, ja. Goed licht, grote ruimte, grote schilderijen. En Titus die hier zat, Titus de Jong, die ging weg en die vroeg, wil je mijn atelier? Dus ik zit daar zo mooi.
En dus ik zei, maar ik kom wel even kijken. Ik wist natuurlijk wel hoe zijn atelier eruit zag. En ja, toen keek ik hier naar buiten. En dan kijk je dus over de Rijn naar richting Arnhem. En toen was je verkocht. Ja, en het scheelde heel veel geld. En dat was echt... En een opslag, hè. Want ik had daar in dat atelier daar... Had ik geen boven, dus alles stond beneden. En dat was ook wel leuk, dus dat je dingen van lang geleden nog binnen handbereik hebt. Dus het is een beetje je tweede huis. Je begint helemaal te stralen als je dat zegt. Ja. Want wat vind je zo fijn aan deze plek? Nou, het is hier zo mooi. Mm-hmm. Het is echt, ik denk ook wel het mooiste plekje van Wageningen. En wat ook heel bijzonder is dat wij zijn hier begonnen allemaal. Hè? Dus iedereen begon hier in 1997. Dus het was ook wel heel bijzonder, dus dat je dit met elkaar, begon. Hè? Dus dat je, het was ook wel superleuk ook, weet je wel. Ja. Nou, dankjewel voor je tijd. En, fijn dat we mochten kijken. Ja.